Iemand die dus wordt gezocht, een wanted felon. De Zulu vliegt mee. Ja, dat is hem, dat is hem. Verdachte in zicht, voertuig crasht. En gaan we nu naar een gijzelsituatie. Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD for and more. En vandaag ga ik op pad met deze Audi A6 gemaakt door het ministerie van Mods. Uiteraard super vet ding. Het wordt een mooie dag, lekker zonnig. Vergeleken met hoe het op dit moment in Nederland is, is dat het niet lekker zonnig. Maar goed, het is vandaag Koningsdag voor mij. Rustig aan, voor jullie was dat gisteren. En vandaag gaan we een hele leuke dienst ervan maken. Ja, met de Audi A6 dus. Solo, dagdienst, ochtenddienst. Ik ben weer terug van vakantie, dus ik moet even video's weer gaan knallen, zodat ze weer na mijn vakantie dus nu online kunnen gaan komen. Dus dat betekent dat de video niet te lang gaat zijn. Maar we gaan het zien wat we vandaag allemaal gaan treffen. Misschien krijgen we wel zoveel meldingen dat we gewoon al na 20 minuten gewoon een hele leuke video hebben. Gaan we gewoon voor zorgen. Stop staan eraan. Bijzonderheden, ja, solo vandaag en... ja, eigenlijk niks. We gaan de straat op. We zijn ingemeld en er komt meteen... Nou, sorry, ik mag er niet naar kijken. Want ik had beloofd dat ik niet naar de witte bolletjes zou kijken. Maar dan valt me dat toch op. Jezus Christus, man. Dat valt toch gewoon op aan de kant. Dus we gaan meteen in achtervolging. Ja, die... Sirene klinkt niet echt lekker. Sorry daarvoor. Zo, crash, crash, crash. Voertuig is gecrashed. Voertuig rijdt verder. Meteen een achtervolging, want die gaat er vandoor. Snelheid 130 in het uur in de bebouwde kom. Overschrijding brandrichtlijnen. Strafbaar feit is op dit moment alleen negeren stopteken en gevaarlijk rijgedrag. Er zijn twee verdachten, dus dat betekent dat ik graag wat eenheidjes erbij wil hebben. En ik hoef geen ambulance, dankjewel. Voertuig crasht wederom. Voertuig klem gezet samen met collega. Uitstappen. Uitstappen. Staan blijven. Staan blijven. Ik wil niet meteen schieten en zo. Ga je nou zwemmen? Nee, je gaat niet zwemmen. Goed, wij hebben een taser meneer en we gaan hem gebruiken als je nu niet meewerkt. Alleen op het moment dat ik die taser pak, dan moet ik stoppen met rennen. Dus ik laat hem eerst even vallen. Een C-achtervolging te voet trouwens, had hij vast al meegekregen. Verdachte heeft een goede conditie. Maar Wim ook. Staan blijven nu. Kom op. Je hoort nog steeds de Audi sirene. Kom op vriend, staan blijven, het ga je verliezen. Je weet het, Wim is beter. Ja, en op zijn smoel en getased door mijn collega, getased door mijn collega. Heel goed collega. Hij gaat over op vuurwapen, dus ik zou maar meewerken, want hij schiet geloof ik gewoon. Meneer, ik zou er vooral niet langs lopen, dankjewel. Je hoort nog steeds de sirene van mijn Audi. Oké, eenmaal aanhouding door collega. Ik sprint even snel terug naar mijn Audi. Eén verdachte aangehouden, helaas geen twee. Die andere die heb ik niet gezien, dus officieel weet ik niet eens tot daar een andere verdachte was. Maar ze waren aan het racen. Oh, even transportje voor deze meneer, dat is dan wel raar. Of ja, eigenlijk ook wel. Mijn collega arresteert hem dan. En vervolgens, oh, rustig aan, een vriend, rustig aan. Mijn collega arresteert hem en dan moet ik het opeens voor afhandelen. Ook wel handig, dan hoef jij hem eens niet aan te houden, maar... Dat moet je niet vergeten af te handelen. Maar er kwam al Touran aangereden, dus ik geloof dat die het heeft opgelost. Wat wil ik zeggen? Ja, dus twee witte bolletjes. Maar zoals ik in de vorige video's had gezegd, ik zou er niet op letten. Op die witte bolletjes. Dus ik ga proberen gewoon echt pas op het strafbaar feit te letten. Is natuurlijk wel moeilijk als je ziet dat voor je een auto rijdt met een wit bolletje. Dan wil je natuurlijk meteen al daar achteraan rijden. Ook al doet hij nog niks strafbaars. Dus ik zal proberen om te kijken of ik ook gewoon... Kijk, zoals die auto daarachter. Ik zie hem niks raars doen.
Maar toch let ik erop, omdat ik zie dat daar een wit bolletje nu rijdt. Maar ik zal eens erop letten. Of kijken of ik echt het strafbaarfeit kan pakken en niet meer die witte bolletjes zie. Bijvoorbeeld dus slingeren of met telefoon rijden. Ik heb toch een takelwagen opgevraagd, hè? Maar die zie ik nergens verschijnen op de map. Dus ga hem nog eens aanvragen. Nou, daar komt hij. En dan gaan we verder. We gaan gewoon een beetje van alles wat pakken, hè? Dus meldingen ook. Zeker wel pakken. In Mirror Park. Daar rij ik nu. Dit is Mirror Park. Iemand die dus wordt gezocht. A wanted felon. De Zulu vliegt mee. De Zulu vliegt recht boven ons. Maar wat voor een voertuig is het? Zentorno. Ja, die gaan we wel treffen als die hier zou rijden. Voor de mensen die niet weten hoe een Zentorno uitziet, een, ja, gewoon een racewagen zeg maar. Maar waar vliegt die Zulu? Oké, hij rijdt waarschijnlijk op de snelweg. Er komt nog een takelwagen. Nee. Ik heb een takelwagen voor mijn eigen voertuig aangevraagd, zo te zien. Dat wil ik alleen niet. Dus op het moment dat ik uitstap, is mijn voertuig weg. Waarschijnlijk. De Zulu, waar vliegt de Zulu? Zulu contact met mij over. Zulu komt er eens uit over. Ja weet je, ik kan misschien beter uitstappen. Dan is mijn auto wel weg. Dan span ik gewoon nieuw in. Hebben in ieder geval niet meer het gezeur. Zulu vliegt daar. Niet meer het gezeur dat mijn auto in beslag moet worden genomen. We gaan hier maar eens de snelweg op. Sowieso ons gebied en de Zulu vliegt ook boven de snelweg. Maar nu, waar gaat de Zulu heen? Rechtdoor, denk ik. Dan gaan wij ook maar rechtdoor. Zulu vindt hem ook niet, geloof ik. Het is druk hier op de snelweg, ik vind het niet fijn. De nacht begeeft zich in de westelijke richting. Ja, op de snelweg. Even met blauw er langs, want het is en druk en de Zulu vliegt al helemaal daarachter. Dus de kans dat hij al verder weg is dan ik dacht, ja, die is ver weg. Zulu, ongeveer waar die Zulu vliegt, daarboven, daar is ook de verdachte. Dus dat is nog wel een stukje. Want dadelijk gaat hij die tunnel in en is de Zulu hem kwijt en ben ik hem... Oh, dan... Zo jammer. Het is heel druk. Wat, waar gaan we nou stilstaan op de snelweg, mensen? Ja, nee, dat... Shit. Laatste locatie was hier. De Zulu vliegt... Niet hier. Ja, we kunnen even niks anders dan gewoon wachten op de locatie en hopen dat hij ons voorbij komt. Dan ben je Zulu kwijt. Ja, natuurlijk kunnen we niet altijd een verdachte vinden, dus als we hem echt niet meer vinden, dan gaan we gewoon door. De laatste bekende locatie was hier, is daar niet meer gespot. Je zult maar net zien dat hij hier de snelweg af is gegaan en dan ben je hem kwijt. We gaan hier even posten, hopelijk komen we de verdachte nog tegen. Daar vliegt de Zulu. Dus we gaan het gokken en ik ga ook die kant op. Oh, voetganger. Ik weet ook niet meer waarvoor die werd gezocht. Dus dan weet ik ook niet of we een BTGV moeten uitvoeren of niet.
Misschien gaat hij er ook wel meteen vandoor en krijgen we daar de kans niet eens voor. Om een nette BTGV uit te voeren. Dus we moeten het hier naar links is gegaan. Gezien de locatie van de Zulu. Is hij al helemaal daarachter weer? Nee, dat is niet meer leuk jongens, kom op hé. Ja, die Zulu vliegt alleen maar daarachter weer. What is location? Over. Is dat de Zulu wel? De verdachte begeeft zich in. De Zulu vliegt waarschijnlijk recht boven mij ergens. Maar hij zou echt hier ergens moeten gaan rijden. Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Ja, heel moeilijk. In het echt krijg je nu niet eens continu locatie. In het echt is gewoon zoeken. Ik krijg dan ook burgernet. En ik krijg dan nu opeens burgernet van heel de stad hier. Dus overal, maar niet uit of het in mijn buurt is. En eigenlijk zie je altijd, de politie is op zoek naar auto die, die en die. Of de politie is op zoek naar een scooter met die persoon erop. En eigenlijk een half uur later krijg je altijd wel... De politie heeft de verdachte niet aangetroffen. Tot nu toe heb ik alleen maar niet aangetroffen. Jezus. Ja, dit is bijna niet meer leuk gewoon. Ik wil gewoon stoppen ermee. Maar ja, goed. We gaan hem weer. Kijk, in de tijd dat ik die locatie krijg, is hij alweer flink aan het gassen. Natuurlijk is het in het echt ook zo. In het echt wachten ze je ook niet op. Dus ik moet niet zeuren. Of wachten ze niet op, wachten ze niet op je. Maar kijk, je zal maar nu op deze locatie komen en dan is hij maar naar links of naar rechts gegaan en dan weet je het niet. Kijk hier, dit is het midden. Je kunt hier naar links, je kunt hier naar rechts. Ik zie die helikopter ook gewoon niet meer, joh. Als je die nou ziet, maar die moet hoog zitten waarschijnlijk in verband met deze gebouwen hier allemaal. Maar als je die ziet, kun je ook ongeveer nog een richting krijgen. What is location? Over. De verdachte begeeft zich in westelijke richting. Ja vriend, waar de fuck zit die verdachte? Sorry voor mijn taalgebruik. Oké, even een update. Ik zat net redelijk dicht onder de Zulu. Maar nu ben ik hem wederom kwijt. Hij is echt ergens in dit gebied. Oké, nu wordt mijn locatie weer herpakt en dat is gewoon recht voor mij. Maar waar is hij nou toch, joh? In het echt hadden ze oprecht al. Hij zit toch daar. De verdachte begeeft zich in. In het echt hadden ze lang opgegeven, dat weet ik bijna wel zeker. Hij komt nu hier op mij af, nu pak ik hem. Nu komt hij op mij af. Daar, dat is hem. Verdachte in zicht, is echter geen witte Centaur. Oh. Ja, dat is hem. Verdachte in zicht, voertuig gecrashed. Nee, jij gaat nergens heen. Je hebt al te lang gevlucht. Hier komen uitstappen. Handen laten zien. Heb ik daarna echt een half uur jou moeten achtervolgen om je vervolgens meteen dood te schieten? Maar hij had wel een vuurwapen en hij ging schieten. OC eenmaal aanhouding, eenmaal dodelijk vuur toegepast. Voertuig wordt in beslag genomen. Graag een begrafenis ondernemen deze kant op. En... een takelwagen. Ja, jullie hebben, ik heb tijdens deze rit al besloten van laat ik eens een timer in beeld zetten. Want ik ga heel veel knippen en plakken waarschijnlijk. Maar jullie moeten wel maar eens kijken hoe lang ik nou bezig ben geweest. Dus die timer die gaat gewoon door. En dat knippen en plakken dat ga ik dan gewoon doen achteraf. Dus dan zien jullie hoe lang ik nou echt bezig ben geweest. Want daar krijgen jullie soms geen beeld van. Soms is de video wel maar 15 minuten. Maar ben je toch echt 30 minuten bezig met die hele video. Dus ja, verdachte in ieder geval uitgeschakeld. Ik ga even snel deze Audi aan de kant zetten. En dan ga ik heel even naar de wc. Want nu moet ik wel heel nodig naar de wc. Want ik ben toch wel lang bezig geweest. Misschien voor mijn gevoel iets langer dan dat daadwerkelijk was.
Maar dus we gaan zo meteen nog één melding doen, omdat ik denk dat we veel gaan knippen wat ik al zei. En dan is de video alsnog wat korter. Dus tot zo. Inmiddels is alles opgelost bij onze... ons incident daar van daarnet. En gaan we nu naar een gijzelsituatie. En die gijzelsituatie is hier bezig. Rustig naderen. Hij gaat... Dachten gaat er echter meteen vandoor. Maar hij heeft een vuurwapen, dus pas daarmee op, Wim. Vuurwapen, laat vallen. Handen omhoog. En op je knieën gaan zitten. Heel goed. Wagen. Blijven zitten. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Dus daar heb je geluk dat mijn zin nog niet eraf gemaakt. You moron. Hond, ga weg. Oké, okay, luister vriend, je bent aangehouden. Verboden wapenbezit. En gijzeling. Je bent hier aan het verplicht, je krijgt een advocaat. Heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? Ik ga je daarom fouilleren. Verder een zakmes. En nog wat andere dingen. Zeker transportje kan. Een collega vraagt om uw assistentie. Hond let op. 12.05. Hond wil oversteken. Oh nee, toch niet. Dat is verhoord. Goed, transport is deze kant op. Komt deze kant op. Ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, verrassing, want ik weet het zelf ook nog niet. Ik zeg tot dan. Doei!